binnenbocht aangelegd. En vanwege de buitenbocht, die ja. in de zon ligt, ben ik blij dat die bewolking er is. Ja. Anders hadden we heel veel problemen mee gehad. Maar als het zometeen gaat dooien, dan kunnen we hem hier afzetten. Dan kunnen de kinderen gewoon het rondje afmaken. En dan kunnen ze langer doorschaatsen. Ja. En wanneer hebben jullie dit nu aangelegd? Het is in juli gebeurd. Zo, dus in juli, dan denken jullie al aan de winter daarna? Die hebben we allemaal. Ja. Ik denk altijd een jaar vooruit. Ja, goed. Ja. Volgend jaar komt hier een nieuwe laag overheen. Ja. En dan zijn we nu al, het liefst doen we dat in juni. Ja. Maar dan moeten we een beetje met, vanwege de temperatuur. Ja.